Het is begin december en dus wordt het weer tijd voor een adventskrans en andere kerstkransen. Die worden traditioneel gemaakt van wintergroene planten, om te laten zien dat ook midden in de winter nog iets leeft. En dat halen we dan naar binnen, vaak met een rood accent. Er is buiten nog maar weinig wat blad heeft en het ziet er allemaal wat dor en doods uit. En daarom halen we groen naar binnen, om het vertrouwen te houden dat het volgend jaar allemaal weer lukt met nieuw leven en groen in de natuur. Het is voor mij de tijd dat ik de druif snoei. Dit jaar een beetje ingewikkelder dan anders, omdat ik 2 scheuten aan wil houden. Om even te kijken welke het beste doorgroeit. Het is nu een beetje een rommeltje geworden. Maar van het snoeihout van de druif maak ik ieder jaar de basis voor een kerstkrans. Dus deze scheuten laten we zich makkelijk buigen. En eigenlijk met maar 2 stukjes ijzerdraad heb je dan de basis. Nou, dit jaar namen we als groenblijvende plant laurier. En die blijft hartstikke mooi. Is glanzend groen, net als de hulst. En ruikt nog lekker als die gaat drogen ook. Beetje klimop erbij. En nog een rood accent. Nou, laten we hem dit jaar maar helemaal eetbaar houden. Dus het rode accent komt ook uit de tuin. Is eetbaar en geeft een beetje pit aan de zaak. Een paar pepertjes. Dus dit jaar hebben wij een eetbare kerstkrans aan de voordeur. Ik ben benieuwd wat jullie gaan maken.